Kevin Doets is dan de eerste Nederlander. Die speelt tegen Sto Buns, de openingwedstrijd van het WK. En daarna tegen Michael Smit. Nou, ik denk als je Sto Buns loodt, die natuurlijk de Grand Slam de kwartfinale heeft gehaald. En daarna Michael Smit, dat we toch wel van een horrorloting kunnen spreken, Mario. Ja, maar Kevin is ook niet onderschatten, vind ik. Kevin is een heel goede darter. Ja, als hij de eerste ronde wint, zie ik hem wel gekke dingen kunnen doen tegen Michael. Michael een beetje uit vorm, misschien. Weet het niet. Ja, ik denk dat alles een beetje open ligt. Ja, denk je dat hij echt kan stunten tegen Michael Smit? Nee, ik denk het wel. Ik heb al hem bezig, allee, al meermaals mooie, hele mooie partijen zien werken op de Pro Tour. En Kevin is wel niet onderschat. Nee. Sluit je daarbij aan, Jerry? Of vind jij zelf het ook heel moeilijk? Nou, ik denk dat het wel lastig voor Kevin wordt in die eerste ronde. Want die Sto Buns, die kan heel stoïcijns zijn, dus ook goede dingen laten zien. Maar voor mij is Kevin hier wel de favoriet. En daar is niet iedereen het met mij over eens. Omdat Sto natuurlijk de laatste keer die kwartfinale op de Grand Slam heeft gehaald. Maar ik vind Kevin gewoon een hele, hele goede speler. En hij laat ook wel zien dat hij wel hier en daar wat ervaring nu op heeft gedaan. Ook op grote podia. Ja. Waardoor hij wel klaar is voor dat WK lijkt me. Dus hij heeft een goede beeld op gehad naar dat WK. Het enige wat wel nog een issue kan zijn, en daar had ik toen best wel last van zelf. Ik moest een preliminary round spelen. Eerste wedstrijd van de avond. En daarna, in de laatste partij van de avond, moest ik dan tegen Peter Wright spelen. Ja. Die situatie heeft Kevin Doets nu ook, omdat hij tegen de regerend wereldkampioen uit kan komen. Die moet in de opening night spelen. Dus dat betekent ook dat Kevin die eerste partij van de avond moet spelen en dan later tegen Michael Smith. Dus je bouwt echt wat op met je spanningsboog ook richting die eerste partij. Dan als je wint, dan zakt het omlaag. Dat moet je echt goed plannen ook met je voorbereiding. Hoe je dat allemaal gaat fixen natuurlijk. Ja, want jij speelde toen inderdaad in de voorronde. Was dat toen nog in lekformaat? Nee, best of 3 sets speelde. Best of 3 sets. Oké, okay, ja, want hij speelt nu natuurlijk best of 5 sets. Ook echt wel een lange partij natuurlijk. Ja. Dus dat wordt met name die concentratie. Hè. Zo'n partij, dat duurt natuurlijk best of 5 sets. Kan lang duren. En het kost heel veel energie. Ook je eerste keer WK, er komt heel veel extra spanning bij kijken. Dus, maar goed, hij weet er al even een tijdje dat hij in dit tijdschema zit. Dus goed, mijn advies zou zijn van hou dat wel goed in de gaten. Bereid je goed voor. Neem je goed je rust. Want het is toch een lange avond vol concentratie en vol adrenaline. Ja, maar ik vind het toch wel zonde als het WK wat zo lang duurt natuurlijk. Duurt gewoon, nou ik denk 3,5 week duurt het. Dat er dan een speler is die 2 keer op een avond moet spelen. Ik vind dat wel echt, ja, competitievervalsing noemde Kim Huibrechts het ook van de week in onze andere aflevering bij Friends of Sports. Maar ik kan me daar best wel in vinden natuurlijk, Mario. Vind jij dat ook? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, zouden ze dat kunnen aanpassen? Kevin staat ervoor, als hij echt een super partij kan spelen, had hij met vertrouwen naar de tweede match spelen. Ja. Zeker, ja, als je maar 1 partij moet spelen, zitten weer dagen tussen, weet niet wat, alia. Ja. Ja. In principe wilde de PDC hier ook wel vanaf, hè? Want in het verleden was het nog zo, dat je met al die preliminary rounds, die speelden allemaal 2 wedstrijden op een avond. En dat hebben ze toch wel teruggedraaid. Nou heb je ook geen preliminary rounds eigenlijk meer. Je hebt vanaf ronde 1. Maar alleen degene die de regerend wereldkampioen treft, die heeft helaas nou de situatie dat hij 2 keer op een avond moet spelen. Ja. Dus ze zijn al eigenlijk vanaf gestapt. Alleen ja, is nu dan eigenlijk of Sto of Kevin is dan een van die beiden gaat dan de 2 keer spelen, ja. Klopt, ja. Ik denk dat ze dat, ja, ze zouden het op een manier of zo moeten kunnen tackelen, hoop ik, ooit nog een keer. Maar ik snap ook wel dat het lastig voor hen is om hem anders in te gaan plannen.